Van der Ven transformeert in opdracht van de gemeente Den Haag het reizigersknooppunt Leiweg. Van der Ven is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. We realiseren hier twee nieuwe tramhalteperrons, bestaande uit een architectonisch verfijnde en lichte overkappingsconstructie. Ook wordt direct de huidige maaiveldinrichting vernieuwd en brengen we een duikenbrug aan. De omgeving nabij het winkelcentrum is continu in beweging, om de veiligheid van reizigers, bewoners, winkeliers en het winkelend publiek te garanderen, is een tijdelijke halte aangebracht. De planning en de restricties zijn strak. Zodoende wordt er overdag en indien nodig 's nachts gewerkt. Mede hierdoor is Den Haag al na september 2017 weer een toonaangevende tophalte rijker. Volgende halte, next stop.